Ons verhaal begint een half jaar eerder, wanneer in Den Haag de minnares van de Graaf van Holland wordt vermoord door de hoeken. En het is net als heden ten dagen, dames en heren, de drie partijen in het land van Hussen en Alta zijn het niet altijd eens en proberen de Hollanders ook enigszins in hun eentje te verslaan. En ik ben benieuwd of dat gaat lukken, want net zoals heden ten dagen zijn ze toen de tijd ook trots en eigenwijs. Dames en heren, ik hoop dat de Graaf van Holland hoort dat hij aankomt. In de velden, aan de rechterkant. De Hollanders gaan zich ook opstellen in slagorde. In rijen van vier. Uitgestuurd, dames en heren. Wie is de vermoorde kenmer van Altena? Moet ik ze aan, dames en heren? Laat je horen van Altena! Laat je horen van Holland! Holland! We hebben hier vijanden van vechters. Jullie vechten niet als één team samen. Jullie maken geen kans tegen de graven van Holland. Wie? Holland! Jullie komen in de graven. Gaan we Holland begraven? Ja. Jullie zullen één voor één tegen elkaar worden uitgespeeld. Wij, Hollanders, zullen overwinnen! Wij, Hollanders! Kutje, wat zeg je? Oh, ja, pas op hier! Pas op hier! Terug met jullie! Holland roept zijn schutters naar voren, als ik het goed begrepen heb. Oh, de boogschutters staan in de startblokken. De Hollanders hebben de eerste linie boogschutters al naar voren geschoven, dames en heren. Kan het publiek aftellen met Holland? 3, 2, laat je horen van Altena! Die linker is vol op zijn elleboog geraakt op de zwakke plek. Ik weet niet of hij dadelijk nog wel kan zwaardvechten, dames en heren. Nog een salvo. Ze hebben het buskruid ook gevonden. Kanon wordt uitgeschoten. Oh jongens, daar gaat het gebeuren. De Hollanders trekken en strijden. Daar gaan we beginnen, dames en heren. De slag van Altena 13-93. Ze zijn klaar voor het gevecht, dames en heren. Daar gaan we! Altena! Altena! U mag aanvoeren! Altena! Holland! Holland! Kijk ze wat de keer gaat, dames en heren. Vol op de vuist. Eerst met het zwaard en met het grote. Met de grote wapens. Tegen elkaar. Elkaar op de grond proberen te krijgen. Dat is de truc. En dan de doorsteek. Er wordt flink geslagen, er wordt flink gemapt, kijk eens! De eerste doden op grond al liggen op het slagveld, dames en heren! Kijk ze te keer gaan! Laat hem los, ellendeling! Laat hem los! Laat hem los! Ja! Even in de Span, Delft het onderspit, maar in de vallen van Holland! Laat dit thuis liggen voor wat er is! Laat hem los liggen! Aanmoeden! Heren van Holland wordt in de rug aangevallen, dames en heren! Laat hem los liggen! Aanmoeden! Heren van Holland wordt in de rug aangevallen, dames en heren! Oh, wat een slagveld, dames en heren! Au, au, au! De mannen van Altena verdedigen zich met hand en tand! Terugtrekken! Terugtrekken! Oh, het is niet mis! Zo! Dat gaat even tekeer hier, joh! Oh, vol bovenop met zijn volle gewicht, met een hele harnas! Een harnas moet u weten, dames en heren! Tussen de 30 en de 40 kilo, wie is de Holland? Holland! Hier is de Holland! Ja, zwaar gewonnen ook, zie je wel. Ze komen nog eens. De musket wordt ook afgeschoten. U ziet het achterin. Ze zijn in eerste laatste in en nu trekken ze gezamenlijk een strijd. Daar gaan ze op, kijk eens. En de tak nu verbazen. En dat is echt oh. Oh, hij sterft als in de film, dames en heren. Ongelooflijk, joh. Oh, er zijn een paar goede raken en een paar slechte. Het wordt echt tijd om die honden te selectioneren. Kom, kijk dan. Mensen, laat je horen van Altena. Waar zijn we? Oh, joh. Met de bel achter in zijn nek, de zwakke plek. Hij sterft de helder rood. De Hollanders worden teruggedreven. Enigszins in het nauw, dames en heren. Oh, oh, dat was een edelman in zijn edele delen, dames en heren. Ik zag het gebeuren. Au, au, au. De Hollanders trekken zich terug. Ze trekken zich veel terug. Even kijken, ja, het is toch weer een slagveld hier, hoor. Ik ben bang dat het toch weer hergroeperen wordt. Vrede. Dames en heren, zijn we voor vrede in het land van Heusden en Altena? Willen we vrede? Willen we ridders vrede? Dan is de slag gestreden volgens mij, dames en heren. Wie is de overwinnaar? U ziet ze zwaaien met de vlag. De heren van Wijk en Aalburg van